Vandaag is de dag dat ik mijn favoriete dino ga temmen in Ark. En dat is namelijk de Baryonyx. En waarom zou ik een Baryonyx temmen? Vragen jullie misschien af. Nou, dat komt omdat ik geen enkele dino heb die een beetje kan vechten. Ik heb alleen maar flyers of mosshops. Als je kakslader meetelt, dan heb ik eigenlijk wel het meest overpowered dier in de game. Laten we kakslader maar gewoon even buiten de kwestie. Zoals je ziet heb ik hier een kist met al mijn dino's. Ik heb, ja, niks. Dus ik heb gewoon iets nodig waarmee ik dingen kan killen. En bijvoorbeeld de Aberration Cave ingaan. Want daar wil ik zo graag eenmaal naar eens goede loot. En misschien wel een dino die ik in een andere aflevering wil temmen. Maar ik ga jullie nog niks verklappen. In ieder geval, een Baryonyx spawnt vooral op de main area. En ja, ze spannen vooral in kleine meertjes. En ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om in die meertjes te zoeken. Ze spannen namelijk ook op het Swamp Island. Daar links, midden in de map. Helemaal links. Ik ben er nog nooit geweest. En volgens mij is het daar echt heel eng. Maar weet je wat? Ik ga het gewoon proberen. We hebben wel een trap nodig. Want zoals jullie misschien weten in de 100 dagen video, dacht ik dat ik ze op kon pakken met een RG. Maar dat kon niet. Dus laten we even een trap maken of hebben we nog een trap. We hebben hier heel wat structures in liggen. Hier kunnen we vast wel wat dingen uit gebruiken, denk ik. Hebben we foundations? Laten we gewoon een simpele ramp trap maken. Dat moet vast wel voldoende zijn. Oké, ik heb een simpele trap. Alleen ik besef nu dat ik ook raw prime fishmeat nodig heb. En dat heb ik niet. Ik wil alleen normaal fishmeat. Dus misschien is het handig als ik eerst even wat raw prime fishmeat ga verzamelen voordat ik naartoe ga. Dus laten we even de trap terug doen. En onze flyer pakken. Welke gaan we pakken? Snow owl. We hebben een sikkel mee. Dus yeah, let's go. Jongens, als je nog geen... Oh, dat is geen duimpje omhoog. Wat is ook weer duimpje omhoog? Duimpje omhoog. En jongens, als je nog geen duimpje omhoog hebt gedaan op deze video, doe zeker een duimpje omhoog. Kunnen we gewoon weer die 30 likes halen. En als je nog niet bent geabonneerd, abonneer op mijn kanaal. En check trouwens ook G-Portal in de link in de beschrijving als je je eigen Ark server wil halen. En ja, als je server, je support mijn kanaal er ook mee. Als je daar eventjes gaat kijken. En daarmee support je ook mijn kanaal. Alright, laten we even op zoek gaan naar Sabertooth Salmons. En die spawnen. Ja, ik weet eigenlijk niet precies waar ze spawnen als ik heel eerlijk ben. Maar ja, laten we maar gewoon even kijken of we een eentje gewoon tegen kunnen komen. We hebben gewoon een paar raw prime fishbeet nodig. Misschien spawnen ze hier wel. You never know. Laten we even de heat vision. Dan kan je ze makkelijk spotten. Zoals je ziet, geen enkele sabeltand zampie. Ja, dat is wel jammer. Dat is wel heel jammer. Oh, ik wil ook een keer een acro temmen, man. Die dingen zijn zo gaaf. Alleen niet als ze level 20 zijn. Ik weet volgens mij dat ze in dit revisie hier spannen. Dus daar ga ik nu even koekeloeren. En hopelijk kan ik er daar eentje vinden. Oké, de snow is trouwens waarschijnlijk echt ongekend van levels omhoog. Omdat ik echt al een maand niet meer op deze server heb gespeeld. En al maat in de bal zit. Oké, 6 levels vallen gewoon een beetje mee. Dan gaan we alles in damage pompen. Laten we kijken of we hier een Sabertooth Salmon kunnen vinden. Het zou wel lekker zijn eigenlijk, als ik dat heel eerlijk ben. Het zou wel lekker zijn. Oh. Is dat er al één? Ja, ja, dat is er één. Daar hem toevallig. Daar haai je hem toevallig, jongens. Oké, hoe gaan we deze guy killen? Waar is hij? Oh, daar is hij. We kunnen deze natuurlijk niet gebruiken onder water. Dus laten we de normale arrows. Auw, piranha's. Ah, nein. Oké, nou dan gaan we de snow in het water lopen. Hopelijk niet af wordt gegooid. Zo, jullie gaan even dood. Oké, hij is neer, hij is neer, hij is neer. En nu moeten we met de sikkel hem uithakken. Yes, dat is 6. Raw prime fish meat. Maar we hebben meer nodig, want 6 is denk ik niet goed. Oh, kijk eens aan. Kijk eens even aan. Oké, dat is er 1 dood. Ik ga niet verder bijten, want anders hak ik hem brokkelijk uit. Dus we pakken onze kruisboog. En we schieten die andere 2 gewoon met onze crossbow neer, als het lukt. Kom op. Niet rennen, mijn jongen. Zwem niet weg. Nu die laatste nog. Oh, is nog een baby ook. Oh, die telt niet, Ark. Kijk dan. Waarom zwem je weg, mijn jongen? Jij wilt voedsel voor mijn Baryonyx. Waarom telt niks? Oh, nee. Oké, eindelijk. Oké, weet je, ik denk als ik deze allemaal uithak dat ik wel genoeg heb. Au! Die kleine! Hij vond het niet leuk dat ik over, dat over me zei, volgens mij. Oké, level 145 ook, wauw. Oké, laten we ze snel even uithakken. Ik krijg ineens 1 uit die. Wat is dit? 0. Oh, oh. Dit had ik niet verwacht, jongens. Dit had ik niet verwacht. Kom op, geef me tenminste iets.
Hoe dan? Als die kleine me nu wel wat geeft, hè? Ik heb er 4 vermoord. 0 raw prime fishmeat. Wauw, oké. Dat is wel apart. Ja, daar ben ik niet zo blij mee. Hopelijk zijn er nog wat meer. Ik weet in ieder geval wel dat 6 niet genoeg is. Oké, okay, hier is 6 een baryonis. Dus is deze wel hoger level. Level 25. Oh. Poepoe kaka. Oké, okay, hier is nog een riviertje. En ik hoop dat ze hier ook zitten. Lekkere zalm. Ik hou van zalm, jongens. Kijk, oh, wat lekker. Jongens, laat in de comments weten of je van zalm... Nee. Nee, vieze hond. Vieze honden, nee. Die eend. Doe het niet. Nee. Die smerige eenden. Nee. Oh, wat een nice trick. Smeerlappen. Are you serious? Oh mijn god. Kom hier. Ik ga nu neer ook. Wauw. En ze zijn allemaal dood. Alle Sabertooth Sam zijn dood. Wat een grap is dit. Een otter. Klote eenden ook, jongen. Wat de hel is er mis met hun? Ik wil gewoon wat prime. Zeg, die eten alles op, jongen. Zo'n vis. Weet je hoe groot die zalm is? En hij eet hem helemaal op, man. Die gast hoeft voor een heel jaar niet meer te eten. Hier. Oh, nee. Sorry, rip de otter, jongens. Sorry. Spijt me, oké. Collateral damage. Waarom zijn er geen Sabertooth Salmons meer? Ja, die klote eenden gewoon, man. Wat is dit? Hoe ga ik nu ooit een Baryonyx stemmen als alle Sabertooth Salmons worden opgegeten door eenden? Oké, ik heb er weer een paar gevonden. Maar zoals je ziet, zitten er weer allo's naast. Oh. Het kan ook nooit. Normaal. En een Baryonyx. Deze 150 gewoon. Omdat ik wil. 25. Gast. Oh nee, ja, oké, die Baryonyx is is het haasje? Oh, nee, ik ben ook het haasje, want die zijn allemaal piranha's. Auw! Hond. Auw! Nee, niet die vis opeten, auw! Auw! Die zalm! Die zalm! Jij bent het eten, ik ben geen eten. Oh, oké. Okay. Geef me gewoon alsjeblieft raw prime fish meat nu. Oh, dankjewel, dankjewel. Jij ook, please. Jij ook. Nee. Nee. Er zijn weer eenden. Oh, die eenden hebben alles weer opgegeten. Ik haat dit. Ik haat alles. Ja. Kom op. Free for all. Kloothond. Kom hier dan. Eend. Oké, okay, we hebben er bijna genoeg in ieder geval. We hebben er 24. Voor mij hebben we er iets van rond de 25 nodig voor een max level. Dus laat ik nog eventjes zoeken. En dan kunnen we eindelijk, na al die jaren, op zoek naar een Baryonyx. Man, wat irritant. En voor 45 Baryonyx. Oh. Voor mij wordt het weer zo'n dag, jongens. Dat alleen maar noob levels zijn. Oké, ik ben nu bij het Swamp Eiland aangekomen. En het is ook nog eens nacht. Hoe eng wil je het hebben? Ik zie ook gelijk een rune. Die ga ik meteen gewoon pakken, want waarom niet? Hij staat hier gewoon voor het grijp. Waarom wordt het meteen vet donker? Dit is gamma 4 trouwens. Give me the rune. Thank you very much. Het is hier echt ongelooflijk donker. Met gamma 4. Maar gelukkig hebben wij de sneeuwuil. Zien wij een Baryonyx. Ik zie een Spino. Oh, daar is er een. Level 135 Spino, maar een level 55 Baryonyx maar. Dat is niet ideaal. Eigenlijk moeten we die vermoorden. Oh, wat? Zo. Oh, er zijn allemaal huisjes hier. Oh. En een rune. En een skelet. Dit is niet helemaal best, jongens. Dit ziet er niet best uit. Mijn jongen, wat is er gebeurd, mijn jongen? Dit is zo creepy. Ik wil eigenlijk deze plant wel gewoon even snel looten. Gewoon een paar. Dat kan, dankjewel. Die Baryonyx leeft nog. Waarschijnlijk niet voor lang, want hij is nu letterlijk een Brazier aan het slaan. Dus eigenlijk moet die Baryonyx even killen. Dus
snel. Maar nu komt de Praise op mij mappen. Oh, ik heb de Praise gekillt. Was het nou... Dat was een freaking ding. Dat was een stinkaap. Een stinkapro. Oh nee, die dingen zijn hier natuurlijk ook. Oh nee. Please. Oh, nee. Voor mij was het echt een max level bijna Baryonyx. Nee. Nee. Welk level was hij? 145. Oh, waarom? Ik wist dit niet. Waarom gebeurt dit altijd bij mij? Klotel. Nee. En bij... Waarom valt je eigen familie aan? Waarom zou je eigen familie aanvallen, bro? Oh. Daar ging onze enige kans waarschijnlijk. Ik weet nu wel dat dat de enige max hoge level was op de hele map. Hoeveel ongeluk heb ik? Oh, je zegt een zieke cape, man. Wat? Kun je deze een parasol ook loot voor de mushrooms? Oh ja, nice. Oké, dit is onze laatste hoop. 140, wacht. Oh mijn god. Wat een stats. 17 punten in melee damage. Wat doe je dan? Wat moet je dan? Ja, die stamina is goed, maar wat heb je aan een stamina? Ik denk dat ik hem gewoon alsnog moet gaan temmen, maar... Bro, echt. Oh, hoeveel geluk kan ik hebben op één dag? Oh. Alles wordt gekillstield. Man. Wat een klote zooi. Wat? Een dode stego. Is dit hakken? Een dode trike? Het is ook oude models. Oké. Nee! Oh nee. Ben ik gepakt? Ik ben gepakt. Hoe dan? Hij sprong niet eens op me. Hoe dan? Mag ik ook nog losgelaten worden of wat? Jesus. Laten die keisjes niet gewoon los na een tijdje? Blijkbaar niet. Oh my god, bro. Wat de hell? Ik ben echt even helemaal confused. Laat de Kapro zich gewoon niet los. Ik dacht dat hij zich wel uiteindelijk los werd gelaten. Maar blijkbaar niet. Damn, bro. Waarom deze guy ook weer helemaal wild, man? Laat me gewoon met rust. Dikke dikzak. Jongen. Ik kan hem nog steeds geen barrio's vonden, trouwens. Ik ben al zo lang bezig. Oké, ik krijg ook meer met iets anders op de pickaxe. Organic polymer. Oh, wat een W. Wat een W. Echt, die guy moet me echt even met rust laten nu. Serieus, bro. Oh, deze guy... Laat me gewoon met rust. Ik wil gewoon even al die organic polymer farmen. Oké, eindelijk. Oké. Organic polymer, man. Ziek. Wat, bro? Doe rustig. Even serieus, deze guy is echt helemaal gek geworden. Maar ik had het ook gewoon uithakken met mijn ding. Kan die guy me gewoon niet even met rust laten? Please. Ik smeek je. Oké. Ja? Yeah? We good? Oké, dankjewel. Nee, bro. Die guy! Hij heeft iets tegen me. Wat heb ik gedaan? Als ik nu in de buurt kom, hij wordt boos. Dan heeft hij iets. Er is iets meer tegen me. Ja, wat had je nou, dikzak, hè? Hier. Met je lelijke rot. Oké, dat hoorde die. Zie je wel? Hij heeft gewoon haat naar mij, zonder reden. Hij is gewoon een hater. Hij komt het gewoon nog steeds, hè. Hij houdt niet op. Hij is vastberaden. Oh, nee. Oh, nein, Stefan. Oh. Oké, laat maar gewoon doorgaan met zoeken naar een Baryonyx. Oké, maar die organic polymer is zo nice. Dat ik eindelijk zo'n soul gun maken. Oh. Vet ook tijd, man. Ah, daar rij je er weer een. Maar dat is die noob. Dat is die ene noob die ik nog steeds heb laten leven. Maar ik weiger gewoon om die te temmen. Ik weiger. Oh, dit is niet goed. Dit is niet goed. Oh my... Bro! Oké, maar mijn snow gaat me ook niet volgen nu. Want zo is het spel ook alweer. Ik heb een maand geen ARK meer gespeeld. En het gaat meteen helemaal kloten. Ah,
I'll take it, ouwe. Ik ben al zo lang aan het zoeken. I'll take it, bro. Oké, laten we die trap maar bouwen. Want echt, bro. Ik ben al zo lang aan het zoeken. Bro, ik ben zo blij. Ik ben zo ongekend blij. Please, wees gewoon niet irritant. Kom mee. Bro, hallo, kom je nog? My guy. Oh nee, nu heb ik die klote kikker ook aangevallen. Ja, bijna. Bijna, mijn jongen. Yes. En hij zit vast, hij zit vast. Let's go, let's go. Die kikker is ook nog steeds boos natuurlijk, want waarom niet? King Kermana, ga neer. Bro, welk level is dit? Welk level is dit? Oké, laten we deze guy even snel neerhalen, want ik ben er een beetje klaar mee nu. Ga neer, mijn jongen. Nou, ik zie jullie weer als hij neer is. Oké, gaat hij neer? Yes. Hij is neer. En nu even alle primate geven. Ik hoop dat dit genoeg is trouwens. Alsjeblieft. Mijn Snow heeft alle normale fishmeat opgegeten. Helaas, ik weet niet waarom hij fishmeat liever heeft dan normaal vlees. Maar blijkbaar vindt hij dat lekkerder. Hoeveel hapjes heeft hij al genomen, man? Hij heeft al 3 hapjes genomen. Ik denk dat we net niet genoeg prime fishmeat hebben. En hij gaat sowieso echt vet veel effectiveness verliezen. Want blijkbaar kan deze guy gewoon geen goede effectiveness hebben zonder kibbel. 98,7%. En er waren precies alle prime fish. Oh my god, echt net niet genoeg. Maar we hebben hem alsnog getemd, 218, nou, hij is 6 levels verloren, helaas. Maar weet je, oh, lekker man. Ja, weet je, we kunnen ook niks aan veranderen. Ik had geen kibbel, want dan moest ik echt helemaal jerky hebben en dat soort troep. En daar heb ik geen tijd voor. Daar heb ik gewoon geen tijd voor, geen zin. En laten we de trap ook weer eventjes snel oppakken. Zo. En laten we daarna eventjes koekeloeren naar de stats. Want ik ben heel, heel, heel benieuwd. Of deze man goede stats heeft. Of vrouw, wat is het überhaupt? Een man. Trouwens, het belangrijkste dat we eerst moeten doen, is hem een naam geven. Want jullie weten meteen al welke naam ik hem gegeven namelijk. En dat is natuurlijk de goat. Barry. Oh man. Barry de goat. Oké, laten we die stats bekijken van Barry. Hij heeft echt... Ja, matige stats. Matige stats. Dus natuurlijk heeft hij 37 punten in oxygen, wat letterlijk niet boeit. En food heeft hij 36 punten, wat ook letterlijk niet boeit. Ja, niet heel goed. Maar ja, ik ga maar mooi. Ja, ik moet maar niet zo gaan janken. Ik moet maar niet zo janken. Waar was mijn huis ook weer? Wat? Ik ben het gewoon compleet vergeten. Dit is... Oh, verkeerde knop. Het was Zuid-Zuidoost volgens mij. Of Zuid-Zuid. Maar ja, helaas. Kunnen we daar nu... Ja, we kunnen nog wel alsnog teleporteren, maar... We zijn dichtbij genoeg. Trouwens, we zijn echt helemaal niet dichtbij. Laten we gewoon teleporteren. Dat is veel sneller. En dit is... Is dit een goede plek? Nee, dit is ook... Dit is Zuid-Zuid. Man, man, man. Oh, die drop wil ik eigenlijk wel looten. Paars drop, Baryonyx halen blueprint, W. Oh, hier is de Aberration Cave trouwens. Oeh, daar wil ik misschien zo meteen gaan koekeloeren met mijn nieuwe Baryonyx. Alleen, misschien gaat hij dan meteen dood. En dat weet ik niet. Ik wil niet dat Bary meteen dood gaat. Want dan ga ik weer huilen. Oh, wat lekker zeg. Wat lekker zeg. Oh, wat lekker. Oh, ja. Daar word ik heel blij van. Yes, dit is de goede plek. Dat we snel een zaal maken en even een kleine testrit gooien op Barry. Gewoon even een kleine testrit. En even zo'n soul gun maken, want ik heb echt ziek veel polymer verzameld terwijl Barry aan het tabben was. Heb ik echt bij Melk Snow al die dingen uitgehakt. En ik heb in totaal 816 organic polymer. Oh, oeps. Sorry. En ook heel veel hide. Wauw, ik heb echt vet veel. Kut. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik heb voor 6 Baryonyx zadels gepoeld per ongeluk. Dat is niet helemaal de bedoeling. Maar we hebben een zadel. Dus laten we nu en even zo'n gun maken. Hier, eentje. Yes, eindelijk zo'n gun. Oh. Dit maakt mijn leven zoveel makkelijker. Laten we terug naar de overkant gaan en eventjes Barry gaan.
En met Barry hebben we natuurlijk ook een dino die onder water kan natuurlijk. Dat is ook super nice. Geef hem een zadel. En we pakken met onze nieuwe Ganu de snowhaal op. En hij heeft dan nog iets belangrijks. Weet je, dit neem ik wel gewoon mee. Het kan vast misschien wel pas komen later. En ja, laten we gewoon gaan op Barry. Hoeveel damage doet Barry? Raptor. Ja, het eerste tal slachtoffer. 99 damage. Prima. Prima damage op zich. En hier zijn nog meer raptors en een parasaur. Die allemaal slachtoffer worden aan Barry de Baryonyx. Hoppa man. Oh, wat nice. Ik heb al zo lang meer Baryonyx gebruikt. En ik mis het gewoon. Ik heb het gewoon gemist. Ik heb het zo gemist. Mijn lievelingsdino. De Baryonyx. En we kunnen zwemmen. En onder water kan je met de Baryonyx natuurlijk de stun attack doen. Dus laten we dat even uittesten op iets. Als hier iets is. Hier is totaal niks. Misschien die dolfijn daar zo. Kom hier, dolfijntje. Kom hier, jongetje. Jongetje. Ja, jij bent de lul. Jij bent de lul, jongen. Hier. Hoppa, en nu is hij gestund. En kunnen we hem easy killen. Kijk. Zo werkt dat dus. Attack Parasaur. Jij moet ook even neer. Waarom is deze max level of zo? Wat is deze guy? 180, ja, letterlijk max level. Wat ik trouwens ook eventjes snel moet doen is een oil pump maken. En die op zijn oil vein plaatsen. Omdat ik namelijk oil nodig heb voor gasoline. En ik heb gasoline nodig voor de one and only Tropio die ik nog wil temmen. Die van max level 150. Die we toen tegenkwamen in die ene aflevering. Ik weet niet meer welke aflevering het was. Volgens mij de aflevering dat we de snow owl gingen temmen. Die wil ik heel graag temmen. Als hij er nog is. En ja, daar hebben we natuurlijk gasoline voor nodig om zijn zadel te gebruiken. Maar eerst wil ik eventjes in deze cave naar binnen. Is dit een domme keuze, de ja of de nee? Daar is maar één manier om achter te komen. Nee, nee. De parachute. Hold. Oké, daar gaan we dan. Daar gaan we dan. Ik ben bang. Ik ben heel bang. Ik zie al Ravagers. Ik zag Stormmuur. Ik zie hem daar. Die hond. Letterlijk een hond. Oké, het zijn er twee. Oké. Let's do this. Uit de mate boost. Uit de mate boost. Okay, die is dood, die is dood. Snel. Hij zit nog vast. Maar niet voor lang. Kom op, snel. Hij moet neer. Oké, dit gaat dit halen, dit gaan we halen. Oké, nice, 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 nice. Hier is een roll rat. Oké, ik ben wel een beetje bang. Oh, een rock drake. Oh mijn god, wat? Daar ben ik best wel heel erg bang voor. Oh hier, een rune. Dat is heel nice voor levels. Van Barry. Nice. Drop. Kunnen we die openen, though? En kunnen we die Ravagers aan? 140. Het zijn er zoveel. Het zijn er zoveel. 145. Maar ik wil die drop zo graag. Ik denk niet dat ik hem open kan maken. Ik ben al van 70. Het is te verleidelijk. Maar ik weet dat ik dood ga als ik het doe. Ik weet het. Het is ook allemaal hoog level, man. Doe normaal. 140. 100. 100. 140. 145. Als ik één keer word geraakt, is het al klaar. Want die bleed natuurlijk, daar word je die knash van hun, word je door vertraagd. En dan pakken ze je. Dan pakken ze je echt hard. De vraag is vooral, ben ik sneller? Oké, laten we gewoon bola's maken en hopen. Het is onze enige manier. En besef als ik dan die drop niet eens kan openen. Besef die. Wacht, oh, zes ver. Wait. Oh, ik kan hem openen. Oh, sorry. Oh. Yes. Oh mijn god. Oh, die prijs. Maar oh yes, een Journeyman Argy zadel. Dat is zo nice. Dat is zo nice. Lekker. Aan die andere kant. Ja, voor mij kunnen er wel meer drops spannen. Maar ja, je zag het al. Daar is een rockdrake. En die kan ik zeker niet aan. We hebben tenminste die drop kunnen looten. Met echt best wel prima loot erin. De AR gaat ook zo goed van pas komen met
één bepaalde teen. Dit was echt, dat was echt de moeite waard. Hey, een Archelon, nice. Oh yeah, 140 bro. Damn. Oh. Oh nee, ik stik. Oké, dat was ik even vergeten. Oeps. Oké, wel oppassen voor kwallen. Die smeerlappen zijn overal. Oh nee, ik zie ook een Sivectinus. Dat is dan bad. Als die om afkomt, ben ik de lul. En we zijn weer terug naar base. Met Barry. Goed gedaan, mijn jongen. Dit kunnen we allemaal meenemen. Het is allemaal handig om te hebben. Laat ik nog even snel die oil pump maken. Dat boeit niet echt. Dat hoef je niet per se te zien. Dat is echt heel boring as hell. Ik heb in ieder geval wel eventjes maken alvast. Dan ga ik hem zo meteen even offcam ergens plaatsen. Let's go. En die ga ik dan zo meteen even plaatsen. Maar dat was in ieder geval de video voor vandaag. Doe een duimpje omhoog. Check G-Port in de beschrijving. Abonneer mijn kanaal. Bijna 3000 abonnees. En ik hoop jullie binnenkort weer te zien bij de volgende aflevering. Tot dan jongens en bye bye.